Is er in de toekomst nog wel ruimte voor een bruin café in Tilburg? Of nemen hippe, jonge tentjes de stad over? Dat is voor veel buurtkroegen een zorgelijke ontwikkeling. Heeft een bruin café volgens de Tilburg nog wel een toekomst? Bent u bekend met bruin café? Bruin café? Bruin café. Ja, maar kom er nooit. Ja, ben ik. Nee, totaal niet. Ik ken het wel. Wat vindt u ervan als het bruin café immaterieel erfgoed wordt? Nou, ik denk dat bepaalde doelgroepen daar wel baat bij hebben, die het interessant vinden. Ook prima, ja. Bruin café heeft voor veel mensen wel een waarde. Dus misschien is het overdreven om het immaterieel werk een erfgoed te maken. Maar als men daar zoveel waarde aan hecht... Ja, dat kan. Dat vind ik ook heel, heel leuk vinden. Een gesubsidieerde kroeg. Ja, ja, dat is onzin. Alle cafés zijn erfgoed. Vindt u het zelf van belang? Ik vind het zelf van belang om bepaalde gewoonten en gebruiken die te gebruiken en ook te blijven hanteren. Dat vind ik van belang. Ja, een klein stukje nostalgie. Dat je een plek hebt in de buurt of de wijk of weet ik veel wat waar je een pilsje kunt gaan pakken.